Er zijn noodlokalen nodig om de instroom van nieuwe leerlingen in Lent-Oost te kunnen bijbenen. Deze worden in de komende weken geplaatst op 200 meter afstand van basisschool De Verwondering. De tijdelijke onderwijsvoorzieningen blijven naar verwachting 2 tot 3 jaar staan. Daarna moeten, met het ingebruik nemen van een nieuwe school in de wijk De Stelt, de capaciteitsproblemen opgelost worden. De komende 30 à 40 jaar moet er dan voldoende capaciteit zijn, zo meldt de onderwijsstichting Connexus. In 2016 werden de laatste prognoses opgesteld voor de ontwikkeling van de wijk. Door sterke economische groei is die ontwikkeling echter veel sneller gegaan dan verwacht. Omdat er nu sneller extra capaciteit moet komen in de vorm van een nieuwe school, moet de minister zich opnieuw buigen over de plannen voor dit stadsdeel. Het oordeel daarover wordt in december verwacht. Het Wielerbergmeer is een attractie rijker. De fonteinfiets. Door te trappen op een van de twee speciale fietsen langs de waterkant kan de gebruiker een fontein water uit het meer omhoog laten spuiten. Hoe harder er getrapt wordt, hoe hoger het water komt. De maximale hoogte is 2,5 meter. Twee gebruikers kunnen samen strijden om wie de hoogste fontein kan maken. De bedoeling is dat de fietsen gebruikt worden door kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Het toestel is deels geschonken door de inmiddels opgeheven sportstichting Antonius Beek-Ubbergen. Maandag verrichtte de Bergendalse wethouder Sylvia Fleuren de officiële ingebruikname van de fonteinfietsen.